Logo's. Zijn ze nu echt zo belangrijk voor bedrijven en hun producten? Het antwoord is simpel. Ja. Wat is dan een echt goed logo? Dat antwoord is al heel wat moeilijker. David Airey is een Ierse grafisch ontwerper die de huisstijl van verschillende internationale bedrijven gecreëerd heeft, waaronder BBC en de Yellow Pages. Na het succes van zijn blogs besloot hij om zijn kennis ook te delen met een boek, Logo Design Love. David Airey weet maar al te goed dat enkel een bedrijfslogo niet voldoet. De huisstijl van een bedrijf moet een samenhang zijn van het verhaal dat ze willen brengen, de manier van communicatie, de positionering en alles wat daarmee te maken heeft. In het boek Logo Design Love bekijkt David Airey wat een logo net sterk maakt en welk proces daarbij aan de pas komt. Daarnaast krijg je in dit boek ook verschillende alternatieven van ontwerpen te zien die de bedrijven uiteindelijk niet hebben gekozen en vooral ook de reden waarom. David Airey, zijn gouden tips zijn: hou het simpel, maak het relevant, verwerk uw bedrijfsverhaal, onderscheid uw logo, denk klein en focus maar op één ding. Onder dit filmpje vind je de wereldbekende blogs van David Airey terug, die zeker eens de moeite zijn om te bekijken. Het boek Logo Design Love van de uitgeverij Pearson kan je bestellen bij uw boekhandel.